Talent en talentontwikkeling. Welke talenten heb jij? Waar ben jij goed in? En hoe zorg je ervoor dat ze groeien? Laten we samen eens gaan kijken wat talenten eigenlijk zijn, waarvoor ze zijn bedoeld en hoe jij daarmee aan de slag kunt. Je hebt het vast al vaker te horen gekregen. Oh, daar ben je echt goed in. Of wauw, jij bent echt een talent. Vaak weet je ook wel waar je goed in bent. Maar wat doe je ermee? Van jongs af aan was ik het liefst bezig met theater. Ik hield van verkleden, schreef verhaaltjes. En als het maar even kon, deed ik ergens een toneelstukje. Ook schreef ik gedichten en liedjes over dingen die me raakten. Toch heb ik dat lang voor mezelf gehouden. Op school en later in mijn werk besteedde ik vooral veel tijd aan dingen die ik minder leuk vond en waar ik minder goed in was. Ik ging mee in de stroom en verloor mezelf in de alledaagse drukte. Voor mij was het belangrijk om mezelf eens de vraag te stellen: welke vaardigheden heeft God aan mij gegeven? Stilstaan dus. En beginnen met te kijken naar mijn talenten. Maar wat is een talent precies? Het is iets wat er bij je geboorte al is. Er is sprake van een natuurlijke aanleg. We noemen het ook wel eens speciale begaafdheid. Vaardigheden doe je op door ervaring, kennis verwerf je, maar talenten ontwikkel je. Want die had je al toen je in de wieg lag. Talent is er aan allerlei soorten. Zo wordt gesproken over een voetbaltalent of over een muzikaal talent. Talent gaat niet alleen over wat je kunt, maar ook over wie je bent. Je zou talent op deze manier kunnen indelen. Hoe je denkt. Hoe je reageert op dingen die gebeuren. Waar je je drive vandaan haalt en wat jou aanzet tot actie. Hoe je anderen in beweging krijgt en hoe je anderen beïnvloedt. Hoe je met anderen en met jouw omgeving omgaat. Hoe je organiseert en creëert. Hoe je kennis opbouwt en problemen oplost. Hoe je je uitdrukt. David zegt in Psalm 139: toen ik in het verborgen gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Je kwam volledig toegerust op deze aarde. God kan niet wachten om te zien hoe jij de talenten die hij aan je heeft gegeven gaat inzetten. Hij wil ook niets liever dan dat jij gelukkig bent en doet waar je goed in bent. Doe je dat, dan kun je ook een zegen voor anderen zijn. Besef daarbij dat niemand datgene kan doen of zeggen wat jij kunt. Als jij dat nalaat, zal de wereld het voor altijd moeten missen. Het is zo belangrijk dat jij jij bent en niet diegene waar je tegenop kijkt. Het talent kan je zien als het gereedschap wat je van God hebt gekregen. Om dat te doen wat hij voor jou bedacht heeft. Het plan wat hij met jouw leven heeft. En zo zijn talenten ook richtingaanwijzers. In het filmpje over bestemming gaan we daar verder op in. Marianne Williamson deed onder andere deze bekende uitspraak. Wij vragen onszelf af, wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? Maar wie ben je om dat niet te zijn? Je bent een kind van God. Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. We zijn geboren om Gods glorie, die in ons is, de ruimte te geven. En als wij ons licht laten schijnen, geven we hiermee anderen onbewust toestemming om hetzelfde te doen. Dus als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, zal onze aanwezigheid automatisch anderen bevrijden. Denk eens na over jouw talenten. Als je dat lastig vindt, er zijn heel veel tests op internet om erachter te komen wat die van jou zijn. Bedenk dan hoe jij ze kunt laten groeien. Misschien kun je een cursus volgen, instructies, filmpjes op YouTube bekijken, vrijwilligerswerk doen, mensen zoeken met dezelfde talenten, of misschien wel een hele switch maken van opleiding of werk. Naast de talenten die je hebt gekregen bij je geboorte, geef God je bij je wedergeboorte ook gaven van de Heilige Geest. Over de gaven van de Geest gaan we het een andere keer hebben.